Wat doen wij in Leiden? Bevrijden! Ja? Nee, nee. Even los. We doen het met de schipper. Even het been aan boord. Alsjeblieft, dankjewel. Viva! 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 Zo, kontje. En we zijn er voor de Leiden bevrijding. En dan, ja, jammer voor al die mensen die gestorven zijn. Jammer van die mensen die allemaal gestorven zijn, maar wij komen de mensen bevrijding. Het laatste brood wat we nog hebben. Wie was het ook weer? Ja. Yes, thank you. Ja, dankjewel. Die zijn oud. Zijn niet oud? Nee. Zijn niet oud? Ga je meelopen? Ja. Zijn wij aan de Beste burgemeester, de watergeuzen, het Leiden bevrijd. De Spanjaarden zijn weggejaagd door het water. Wij zijn trots op u en uw bevolking, wat u zo moedig hebt gestreden. Ik zal er zijn voor Leiden, ik ben er nu voor Leiden, ik zal er altijd zijn voor Leiden. En als het goed lang hebben wij haring en witte brood meegenomen voor heel de bevolking. Dus... Wat hadden we in de boot? Haring in de boot! Ja, dankjewel dat u haring en witte brood voor ons volk heeft meegenomen. We hebben jarenlang honger geleden. En nu bent u hier, we hebben geleden. En we worden ontzet. Geuzen, bedankt. Een heel groot applaus voor onze geuzen, dank u wel. Hoe mooi is het? Kijk, u weet het misschien allemaal wel, maar de leider van de geuzen, Louis Boisot heet hij. En hoe mooi is het dat Louis Boisot inmiddels zo ingeburgerd is in Leiden dat hij toch een beetje Leids praat. En we hebben echt een echte leider als Louis. Louis, ik vind het heel fijn dat u hier bent en met u natuurlijk de geuzen. Dat u de haring en het witte brood aan ons aanbiedt. En dat er weer zo'n fantastische rij staat met allemaal mensen. Daar hebben we 2 jaar op moeten wachten. Jullie staan te trappelen en wij ook. Ik denk dat het een fantastische start is van de viering en herdenking van Leiders Ontzet. Heel veel plezier allemaal. En ik hoor nu net, dames en heren, dat we allemaal in de houding moeten gaan staan. Want we gaan het eerste en het vierde couplet zingen van het Leids volkslied. En ik denk dat, ik denk dat mevrouw de wethouder daarmee gaat beginnen. Van Nederlands steden, parel van het Hollands land. Stad van heden, overleden, stad van werk met hart en hand. Plaats van dromen en van daad, waarin er blijft en niemand gaat. Leiden, stad van denken en doen, stad van mijn hart door nu en toen. La 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 la. Leiden, stad van Nederlandse steden, parel van het Hollands land. Stad van eeuwen lang verleden, heeft mijn toekomst in de hand. Leidse kleuren draag ik fier, geen andere stad loopt mij van hier. Rood en wit in mijn blazoen, stad van mijn hart door nu en toen. Watjes in uw oren doen, mond open, want met het afschieten van het kanon is de inschrijving van haring en witte brood zo dadelijk open. Zijn er naar een goed ontzet gewenst alvast. Hey. Ja. Ja, ik vertelde, doe er wat meer bij, want weet je nog dat we het voorzaten niet voor tijd doen, maar hoe ging het alarm af daar, weet je dat ook, was zo knallen. Oh. Ja hoor. Ja, kijk.